vandaag hun nationale kampioenschap en dat deden ze in Hoeselt. Daar was traditioneel veel volk. Inderdaad, want die jonge renners brengen een heel gevolg mee. Ouders, grootouders, zussen en broers, ooms en tantes, neven en nichten, lieve en vriendinnen en heel veel supporters. En iedereen heeft zijn taak. Vader is masseur en mechanicien en moeder breidt een kampioenentrui voor de zoon, die zoveel drukte en belangstelling rond zijn persoon blijkbaar niet gewoon is. Is dit een goede lichting, vroegen we aan Freddy Helzen, de bondscoach die deze jongeren van nabij volgt. Ik zou durven zeggen dat dat een van de betere lichtingen is van de laatste jaren. Inderdaad, onze top, waar we uiteindelijk moeten kiezen om naar het wereldkampioenschap te gaan, die is breder geworden. We mogen rekenen dat er toch altijd van in het begin seizoen tot nu op het ogenblik toch een man of 15 in de running heeft gezeten voor naar het wereldkampioenschap afgevaard te worden. Noem eens een paar namen van de mannen die er zo wat bovenuit steken. Ja, ik zou durven zeggen, natuurlijk, ze staan nog niet op papier, want uiteindelijk wordt dat als woensdag bekendgemaakt. Maar ik denk wel dat de renners en ook de buitenstaanders dus dat weten dat een Bart Leijzen, een Van Kraaienest, een Jean van der Laar, dus dat toch wel mensen zijn die zeker... Buurmans uiteraard, met zijn knappe overwinning in Frankrijk laatstleden, dus zonder laatstleden. Dus dat zijn vier mensen die het normaal zeker zijn van hun plaats. Van vertrek naar aankomst is het 130 kilometer verdeeld over 12 ronden. Het deelnemersveld is zeer groot voor een juniorenwedstrijd. 144 renners. Een bijkomende moeilijkheid voor deze jongeren die het niet gewoon zijn in zo'n grote groep te rijden. Dit is zowat de topfavoriet, Eddy van Kraaienest. 13 overwinningen dit seizoen en daarmee is hij leider in de zegenstand. Bij die overwinningen onder meer Brakel-Waregem, Faye-le-France, het West-Vlaams kampioenschap en twee tijdritten. Laurens Beaupré, de favoriet nummer 2, is een ploegmaat van Van Kraaienest. Dit seizoen 10 overwinningen, waarvan 5 deze maand. Een man in vorm dus en één van de snelsten uit het peloton. Maar het gebeurt vaker bij de jongeren dat de favorieten, geschaduwd als ze worden en overmand door de last van de favorietenrol, naast de titel pakken. Dit kampioenschap op het parcours waar 2 jaar geleden Erik van der Aarden de driekleurige trui won bij de profs, was een aaneenschakeling van ontsnappingen en pogingen daartoe. Veel te veel om allemaal bij te houden. Maar wel een spannende wedstrijd natuurlijk, met een voortdurend wisselend beeld en supporters die elke keer weer vol verwachting uitkijken of hun favoriet mee vooraan zit. Met nog 2 ronden te rijden krijgen we een aanval van 2 Antwerpenaars. Met het nummer 3 rijdt Philippe de Houwer, hier in beeld. En met het nummer 7 Paul Heijlen, hier komt hij. Tot de aankomst is het nog goed 20 kilometer. Op 15 seconden volgt een peloton van zo'n 50 man. De rest van het deelnemersveld is uitgeteld. Vooraan 2 Antwerpenaars, in de reactie 2 West-Vlamingen, de 2 favorieten. Laurens Beaupré met het nummer 59 en Eddy van Kraaienest met het nummer 69. Beaupré en van Kraaienest komen bij Heijlen en de Houwer, 4 leiders dus. Maar net voor het ingaan van de slotronde worden ze weer gegrepen. We beginnen aan de laatste ronde met een kopgroep van 46 man. Uit die kopgroep gaan dan 4 renners weg. Wim Sels hier vooraan. Achter hem komen Roxanne van de Velde, Patrick Nelissen en Marc Bouillon. Sels was een van de grote figuren uit dit kampioenschap. Hij zat in nagenoeg elke ontsnapping. 4 leiders en dat worden er 5, want favoriet van Kraaienest komt alleen aansluiten. En dan komen er nog 4 bij, Frankie de Buist, Peter Hooydonks, Johan Verstrepen en Philippe de Bakker. Die 9 blijven voorop, maar het groepje valt helemaal uiteen door een ultieme demarrage van Peter Hooydonks uit Zonhoven. Hooydonks houdt vol tot op de streep. Wim Sels is 2e, Verstrepen 3e en Van Kraaienest 4e. Daarna volgen Bouillon, Van de Velde, de Buist, Nelissen en de Bakker. Dit is de nieuwe kampioen van België, Peter Hooydonks, uitblazend van de inspanningen en bekomend van de eerste emoties. Ik reed de laatste tijd wel zeer goed en ik had wel gedacht op een ereplaats. Stel je zelf eens voor, wat heb je al gedaan tot nog toe als wielrenner? Vorig jaar heb ik 16 overwinningen behaald. En ik ben over 2 jaar kampioen van Limburg geweest met de Nederlingen.
Momenteel moet ik nog 2 maanden dienen met het leger. En je wordt wielrenner? Nee. Nee. Ja. Wat dan wel? Ik weet nog niet, dat zullen we wel zien. Het is nog lang. Bedankt.